Kijk dan. Die is nog beter dan die andere. Ook allemaal. Ja, precies. Hier staat nog wat. Zie je? Kun je het zien? Ja, je kunt niet lezen. Ja. Jongen. Die is echt wel tof. Die is echt vet, ja. Oké. Aan jou de eer. Nee, dat is papier. Ja, er zit papier omheen. Oh, dat zit nog in zijn zakje. Yo. Moet je een beetje water pakken? Hier staat stoetste. Ja. Daf. Hier moet je gewoon even zo. Gespuurd. Moet je thuis even bekijken. Even laten drogen en voorzichtig uit elkaar halen. Hier staat ook wat. Hier staat nog alles. Ja, zo zit hier nog een actie op. Ja. Nee, valt nee, niet mee. Nee, valt best wel mee. Ik vind het massief. Over. Ja. Doe maar zwaai. Andere stuk? Ja. Ja. Nou, wel mooi. Mm-hmm. Inderdaad. Kun je erheen kijken? Kijken? Ja.
van het oppervlak. Ja. Pakken? Ja hoor. Zo. Nou, die is nog redelijk volgens mij. Dat is een compleet, ja. Dat is echt een vet ding hoor. Ja, dat is een hartstikke vet. Blijven koele dingen. Ja. Super vet man. Kijk, dat blok. Die staat die verbaast me eigenlijk. Ja. Is dit deze wandeling? Ja. En je had nog iets? Ja. Yep. Kijk. Oh ja. Een B. Ja. Twee halve MP. Ja. Goeie staat. Ja. Nee, dat is wel gewoon een 40. Ik moet een 38. Nee, dit is geen 40. Kijk maar. Ja, weet je wat ik... Ah, zo is die. Wat? Huh? Een Beretta. Nee. Nee hoor. Want kijk maar het puntje daarvoor. Dit is echt typisch MP40. Klopt. En dit. Dat achterste stuk doet er wel aan denken. Ik denk dat het twee wapens zijn hoor. Het hoort niet bij elkaar denk ik. Dat is best goed. Ja, volgens mij ook wel. Moet je verworsten anders. Ja, dat wordt hier wel iets mooi van, denk ik. Mijn ouder ook een leuk vondst. Daarom. Niet klagen. Dat is dan wel apart, hè? Ja. Gewoon nog een klein beetje hout. Oh ja. Wow. Dat ziet er echt mooi uit. Ja. Dat is heel voorzichtig nog, hè. Ja, vet, man. Mag wel door de midden zijn, maar daar wordt hij voor mij niet minder van.
Die zijn nog een heel klein beetje bakkeliet. Ja. Ja, wel herkenbaar. Ja. Ja. Ja, dit is wel de plek van de halve MP40's. Ja. Het is gewoon kapot geslagen hoor, kijk dan. Ja. Ja, toch wel een leuke vondst.